Pieternel en Ramon, jullie gaven net een masterclass. Waar ging die over? Ik heb het gehad over satellietwaarnemingen die de emissies kunnen meten. Dus alles wat we uitstoten aan vervuiling. En dat is belangrijk voor luchtkwaliteit en ook voor klimaat. Met name ook voor COP25, die binnenkort plaatsvindt in Spanje. En wat we kunnen meten is wat we allemaal uitstoten. En we kunnen ook meten dat als we maatregelen nemen om die emissies te verlagen, of we daarin effectief zijn. En die instrumenten waar we dat mee meten zijn state-of-the-art. En Nederland speelt daar een hele belangrijke rol in. Het mooie van een satellietinstrument is dat je de hele wereld met één instrument in kaart kan brengen. He, dus als je kijkt naar klimaatafspraken, kan je met één instrument boven Europa, Verenigde Staten en ook Azië meten. En dan kan je ook kijken als je afspraken maakt om bijvoorbeeld stikstofdioxide of methaan te verminderen, of dat ook echt gebeurt. Ja, want het zag er niet hoopgevend uit, vond ik, al die vervuiling. We moeten zeker wat doen, maar het positieve is wel dat we al hebben aangetoond met een voorgaand instrument dat als er bijvoorbeeld in dit geval stikstofdioxide, een vervuilende stof die vrijkomt bij fossiele verbranding, dus verkeer, industrie, elektriciteitscentrale, als we daar maatregelen op nemen dat we die willen verminderen, en dat hebben we gedaan in de Verenigde Staten en Europa, dat het ook daadwerkelijk effect heeft. Dus het is wel zo dat als we besluiten om bepaalde emissies te verminderen, dat we daarin effectief zijn. In die zin is het een positieve boodschap. Ja, dank. Ramon, waar ging jouw deel over? Mijn verhaal ging ook over het gebruik van satellietdata, maar dan specifiek voor het meten van deformaties op aarde. Hè, dus van het aardoppervlak of van gebouwen of van infrastructuur. En ik heb bijzonder ingezoomd op de verhouding tussen zeg maar het onderwijs, waar nieuwe technieken ontwikkeld worden bij de universiteiten. En dan het bedrijfsleven die dat dan verder oppakt en daar producten van maakt. En als derde partij de overheid. En ik heb vooral ter discussie gesteld zeg maar, welke rol de overheid daarin moet nemen. Omdat we te maken hebben met een open data discussie. Hè. Dus daar hebben we besloten dat de data die we van de Europese satellieten krijgen, dat die gratis zijn. En dat is prima, daar is ook iedereen het over eens. En dat vervolgens dan jonge ondernemers, start-ups daar producten mee kunnen maken. En nou, die producten die moeten ze natuurlijk wel kunnen verkopen. Ze moeten wel natuurlijk de salarissen kunnen betalen binnen zo'n kleine onderneming. En de stelling van de overheid was nu eigenlijk van, nou ja, eigenlijk alles wat je op basis van open data doet, zou eigenlijk ook open, dus daarmee gratis moeten blijven. En daar heb ik zorgen bij, want als je dat zou doortrekken, dan zou niemand meer geïnteresseerd zijn zeg maar, om een bedrijfje te starten. Dus ik ben van mening dat we daar met z'n allen echt even heel goed over na moeten denken. Van, is dit nou echt de stelling die we in Nederland willen hanteren? En zo ja, dan heeft dat behoorlijke consequenties. En zo nee, dan moeten we kijken van hoe gaan we het dan aanpakken. Ja, dank jullie wel.